We zijn in een prachtige landelijke omgeving en we gaan naar Nicole Tielens, collega. Zij is onder andere van het VTT-team, mamacare verpleegkundige en interne trainer. Dus waarschijnlijk een goed verhaal. Niet te missen, we zijn aan het goede adres. Nicole, ik weet zeker dat ik goed zit. Ik zit aan de auto. Ja, je zit goed. Ja. Leuk je te ontmoeten. Mogen we binnenkomen? Zeker, kom binnen. Met cameraman? Ja hoor, natuurlijk. Nicole, wat een heerlijke plek hier. Ja. Lekker in het buitengebied. Ja, hoor, spreek hè. Ja. Ik zie achter jou de hele spannende vakantiefoto's. Ja, wij houden van reizen. Dat zijn voor jou de mooie momenten met het gezin? Ja. Zolang mijn kinderen nog meegaan, is dat heel leuk. Want ook een drukke baan, VTT-team, wat is dat precies? VTT staat voor verplicht technisch team. Dat houdt eigenlijk in dat wij ons voornamelijk bezighouden met alle technische handelingen van het verpleegkundig beroep. Dan moet je eigenlijk denken aan een stukje antibiotica intraveneus geven via centrale lijnen. Het grootste deel van ons werk is een stukje palliatieve zorg, dus echt op het laatste levensfase, zeg maar. Hoe belangrijk is het dan dat je als team er voor elkaar bent? Ja, omdat er toch soms wel heftige dingen gebeuren. Hè? Dus dan is het toch wel fijn als je dat half uur moet rijden en even met een collega kunt bellen en even dat je kunt ventileren. De mamacare opleiding ga je doen, waarom vind je dat belangrijk? Het stukje nazorg en de thuiszorg voor de mamacare, dus de mensen met borstkanker, die zijn geopereerd in het ziekenhuis en komen dan naar huis voor nazorg. Het gaat heel vaak over wond- en drainzorg, waar de mensen mee naar huis komen. Maar het stukje begeleiding in de thuiszorg wordt zwaar onderschat. Ieder heeft zijn eigen problematiek. Veel mensen hebben veel vragen. Ze hebben vaak nog een nabehandelingstraject, hormoontherapie, een stukje seksualiteit, bestraling of chemo. Wat kun je dan betekenen voor iemand? Het luisterend oor. Ja, de kleine adviezen, de tips, om dan toch af en toe eens binnen te lopen. Even dat praatje. Ja. Daarnaast geef ik nog trainingen. Zowel binnen het eigen team, dus binnen het VTT, voor de nieuwe medewerkers die komen. Geef ik de VTT-opleiding en ik ben ook nog interne trainer voor wijk 3 en wijk 5. Wat zeg je tegen jonge mensen die binnenkomen? Ja, dat ze er wel komen, maar dat het tijd nodig heeft. Ze moeten groeien in die ervaring. Hè? Ook de jonge mensen die bij ons starten. Je krijgt een opleiding en na 2 maanden ga je zelf op pad, maar dan ben je er nog lang niet. Dan weet je misschien de technische vaardigheden, maar de rest moet nog groeien.